Goedendag. Welkom hier voor Wijnen. We zitten bij de vestiging in Sittard, waar we ook dagelijks onderhoud doen voor diverse corporaties, onder andere Zowone. Hier heb je de vergaderkamers voor de korte overleggen. Nou, dit is onze centrale hal. We gaan nu naar de service desk. Bij de service desk komen de reparatiebezoeken binnen van de corporaties, van de huurders. We hebben weer de portalen weer door geregistreerd. En waar zien we hier nu? Het is mijn kantoor. Nou, en hierachter is de service desk. Kijk zelf maar. Mevrouw, wat is de klacht? Oh, uw intercom is defect. Dat kan ik voor u doorgeven en dan gaan zij dat voor u oplossen. Hallo. Hoi. Daniela. Vertel eens wat u over die werkzaamheden. Ik ontvang telefoontjes van de bewoners van Zowone, maar ook van landelijke klanten zoals RVM, MVGM, Lidl. En hoe ga je dat in zijn werk? De mensen melden de klacht bij mij en dan probeer ze meteen zo goed mogelijk te helpen. Wat vindt ze leuk aan deze werkzaamheden? Het contact met de bewoners vind ik heel erg leuk en te zorgen dat ze zo goed mogelijk geholpen werden en zo snel mogelijk. En het Limburgskale vind ik heel erg leuk. Zorg voor meer persoonlijkheid met meer persoonlijk contact met de luur. Wacht, neem even de telefoon aan. Mariela van Verwijnen en Zetters. Met Van Rooij, goedemiddag. Ja, mijn deur die gaat nog maar open. En wat bedoelt je dat precies? Met klanten of is het slot misschien kapot? Ja, volgens mij geleden aan het slot. Gewoon eens even kijken. Waar is uw adres? Steenoudstraat, nummer 2. In Zetters is het, hè? Ik ga de monteur ontzetten op dit moment. Stoot je nu voor de deur? Ja, ik stond voor de deur. Oké, stuur meteen de monteur aan nog hier. Dus binnen een kwartier, half uur, is er bij. Ja? Oké, bedankt. Ja, bedankt voor bellen. Dag. En wie gaat het nou verder? Ik ga nu de serviceorder maken voor de monteur. Dan maak je een werkorder aan uit de serviceorder. En dan krijgt de monteur in de tablet te staan. Ik bel voor de zekerheid heel even achteraan dat er ook eigen spoed zit. John, ik ga naar een bewoner aan de lijn van de Steenoudstraat, nummer 2. Misschien zit de deur en komt de deurnummer in. Ja, ik zie wel even. De deurstoring. Ja, is goed. Prima. Jo. Even voor, dankjewel. Hoi. Je had problemen met de vuurder, heb ik begrepen. Ja, de klem. Dat zit een beetje, dat springt een beetje zo. Mogen we eens even proberen? Mogen we even sleutelen? Dat gaat niet gans door. Kijk even daar naar huis. Ja. Wow. Hij is open, maar... Ja. Ik moet echt de cilinder wel even wisselen. Zo, daar was het weer. Ja, even een schroefje vast. Even kijken of het eruit duidt. En dan gaan we weer naar de volgende. Hey, wat vindt ze zo leuk in het werk? Dit? Dat is echt behoorlijk variërend. Dat is echt elk uur keer gedaan, als ik dat maar zeg. Het contact met de mensen is... is altijd leuk. Je kunt het betekenen. Hè. Hij doet het. Mevrouw, het is wel in orde. Ik heb hem weer gemaakt. Ik moet nog even de bon hebben afgetekend. In het griezenvakje. Goed zo. Dankjewel. Hoi.